Axos heeft skis voor onder de kinderwagen ontworpen. Het zijn korte skis die je aan de voorste wielen van de wagen bevestigt. Je zou hiermee makkelijker in de sneeuw kunnen manoeuvreren. En dat gaan we dus zeker proberen. Maar hoe bevestig je de skis nou onder de kinderwagen? Bij de aanschaf van de skis zat er geen geschreven gebruiksaanwijzing bij. Er staan alleen maar 3 tekeningen afgebeeld en die vonden we niet duidelijk genoeg. Op internet vonden we wel een handleiding en ook een instructiefilmpje. En dat heb je wel zeker nodig om de skis op de juiste manier te bevestigen aan de wielen. Het bevestigen. Allereerst wat je zou moeten doen is de kinderwagen op de rem zetten. Vervolgens zet je ook de voorste wielen vast, zodat ze niet zwenken. Kies de juiste formaat beugel voor bij het wiel. Vervolgens pak je dan de lus van de riem. Schuif je door een van de poten. En de lus van de gesp die schuif je ook door de andere poot. En daarna klik je de beugel vast. De riem trek je door de opening aan de voorzijde van de ski door. En die maak je vast aan de gesp. We staan op de sneeuwbaan en we gaan de skis nu uitproberen. Wat vonden we nou van de Axos skis? Hij doet waarvoor die gemaakt is. Je kan er best wel makkelijker mee vooruitkomen. Maar als je snel even boodschappen mee wilt doen, is dat een beetje onhandig. Waarom? Omdat je dus de skis eraf moet halen. En met je kind in de wagen moet je extra goed opletten dat de wagen niet omkantelt als je de wagen optilt. De conclusie. De Axos skis kun je voor meerdere soorten kinderwagens gebruiken. Maar we vinden het wel vrij prijzig. €80 betaal je ervoor. En in skigebieden waar er veel sneeuw valt, kan het best wel handig zijn. Maar die paar keren dat het hier in Nederland sneeuw valt, ik weet het niet of het wel waard is.